Waar staan jullie aan? Het is nog minder dan 1 minuut voor de stofstilstand staat te komen. De spurt is ingezet, dames en heren, op een dikke 100 meter voor de streep. Wordt het een Amerikaanse of een Australische zege? Het wordt een Australische overwinning. De victory van Tiffany Cromwell. Tiffany is winning. Is Megan Garnier. Ze is de tweede in deze wedstrijd in Dante. Wordt de spurt van het achtervolgend groepje gewonnen door Emma Johansson. Niets. Wie zich hier het snelste toont, dat is Christine Lajeur in de slotfase op de spurt. Hier net voor het spurt het groepje finish met Jolien Doren onder meer. Jolien Doren in de voorwacht aankomend van deze groep hier op het Gentse Sint-Pietersplein. Dames en heren, een geweldig applaus voor de nummer 3, Emma Johansson. Zij staat maar mooi weer op dit podium in een seizoen waarin ze met revanchegevoelens aan begonnen is na de pech die ze vorig jaar allemaal heeft gehad. Dames en heren, derde vandaag, Emma Johansson. Een Amerikaanse staat straks aan de overzijde van dat podium. Ze rijdt voor de Nederlandse Rabo-ploeg en moest in de eindspurt met 2 uiteindelijk haar meerdere erkennen. Second place, ladies and gentlemen, from the United States of America, Megan Garnier. Regerend Amerikaanse kampioenen en zij krijgt het handen van Jury de Vreese uit het organisatiecomité de bloemen en de kussen. En een mooie tweede plaats, een terrific second place van Megan Garnier. Hey, 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 hey.
En we hebben een Australische winnares, dames en heren. Ze was al zevende in het eindklassement van de Ronde van Qatar. Is daar haar seizoen gaan voorbereiden met een schitterende zege in de omloop. Het nieuwsblad vandaag erbovenop. Ladies and gentlemen, the victory today for Tiffany Cromwell. En het is Geert Stevens die zijn beste Engels mag bovenhalen. En ook zijn beste zoenen hier op dit ogenblik aan het uitdelen is. Bloemen, een lekker flesje en een schitterende overwinningstrofee voor de Australische winnares van deze 8e editie van de Omlopend Nieuwsblad bij de dames. Tiffany Cromwell, geflankeerd door Megan Garnier en Emma Johansson. Voilà, ze gaan ietsje dichter bij elkaar. Dat gaat de temperatuur op het podium een graad of twee de hoogte injagen. Ze hebben een barkoude en aardslastige wedstrijd afgewerkt. En ik denk dat ze nogmaals, dames en heren, voor het behalen van het podium een geweldig applaus verdienen. Tiffany Cromwell, Megan Garnier, Emma Johansson. Congratulations. Questions. First of all, congratulations. This is also for you a big victory. It's fantastic. You know, I love these races, the Flanders and the Classics, and you know, it's fantastic that I can finish up the job for the team. The condition was already good in Qatar. You finished seventh in the final ranking. Was that already a sign that you were good at the start of this race? Yeah, you know, we have the advantage of the Australian summer under our legs, and coming into this, I'm quite confident, and you know, I know my form is good, but we also have the entire team is so strong, so we had numbers there, and it's just my move that was the one that was the winning move, so, you know, it's just good to be able to do it. Did you know the sprinting qualities of Megan? I was a little bit unsure because I know she can be good in the sprint, but she looked like she was struggling a little bit, so I just tried to play it, tried to wait, and then, you know, I'm not a noted sprinter, so I gave it my all, and luckily, you're the first Australian to win this race. You have written some history today. Yeah, you know, always nice to have a piece of history, so, you know, it's fantastic that I can take this back and fly the flag for Australia. And tonight's a small party? I think we'll celebrate with the team. Okay, congratulations Tiffany Cromwell, de allereerste Australische op de nog jonge erelijst van de Omloopend Nieuwsblad, die vanavond gelijk heeft. We gaan de draad opnieuw opnieuw.